Welkom bij de configuratievideo van Lucas. In deze video lichten we toe hoe de module standalone kan geconfigureerd worden. Een configuratie via System Manager is ook mogelijk, als de module gekoppeld is met een Cubus controller. Dit wordt hier niet verder toegelicht. Scan de QR-code op de module om het configuratieproces te starten. Als alternatief voor de smartphone of QR-code kan je ook via de webbrowser op uw toestel naar lucaswizard.cubuscontrol.com surfen om de configuratie-app te openen. Zodra de module gevoed en aangesloten is op het netwerk, kan de configuratie ook van op afstand gebeuren. Van zodra het serienummer en de activatiecode ingegeven zijn, kan de module volledig geconfigureerd worden in functie van de aanwezige nutsvoorziening, de gelezen ingangen en de gestuurde uitgangen. Kijk even het serienummer en de activatiecode naast de QR-code. Druk op de pijl rechtsonder om naar stap 2 te gaan. Geef aan of er al dan niet een digitale gas- of watermeter aanwezig is. Indien deze aanwezig zijn, kunnen deze mee opgenomen worden in het energiedashboard. Om de module te configureren, hebben we enkele gegevens nodig over de elektriciteitsaansluiting. Geef aan of de aansluiting monofasig of driefasig is. Duid aan of er een dag- en nachtteller is. Indien er zonnepanelen zijn, dien je het maximaal vermogen van de omvormers in te geven. De amperage van de hoofdautomaat wordt ook ingegeven. Indien je niet woonachtig bent in België, pas dit hier ook aan. De correcte ingave van deze gegevens is van belang voor het vervolg van de configuratie. De module beschikt ook over twee pulsingangen die je hier optioneel kan configureren. Druk op pulsingang configureren om het instellen te starten. Geef de naam in van de pulsingang. Deze naam zal ook verschijnen op de applicatie van de klant. Geef ook aan wat de pulsmeter exact meet via het keuzemenu van type puls. Het maximale vermogen van de gemeten kring dient ook meegegeven te worden. De pulswaarde kan afgelezen worden op de pulssteller of op de technische datasheet. Druk op opslaan na de configuratie. De module beschikt ook over twee relaisuitgangen die je hier optioneel kan configureren. Indien deze niet gebruikt worden om een warmtepomp te sturen via smart grid contacten, kunnen de twee relais-uitgangen afzonderlijk geconfigureerd worden. Elke relais is een 16 ampère potentiaalvrije relais. In dit voorbeeld configureren we de relais als smart grid. Duid hierom ja aan bij de schuiver. Druk op smart grid toestel configureren om het instellen te starten. Geef de naam in van het toestel. Deze verschijnt ook op de applicatie van de klant. Geef het type warmtepomp mee via het keuzemenu. Het vermogen in de mode normaal geef je aan wat de warmtepomp nominaal elektrisch verbruikt zonder elektrische weerstanden. Vuistregel is het elektrisch vermogen bij 50% draaien van de compressor. Dit kan teruggevonden worden in de technische datasheet of nagevraagd worden bij de warmtepompleverancier. Het vermogen in de mode comfort geef je aan wat de warmtepomp maximaal elektrisch verbruikt zonder elektrische weerstanden. Vuistregel is het elektrisch vermogen bij 100% draaien van de compressor. Het vermogen in de mode boost geef je aan wat de warmtepomp maximaal elektrisch verbruikt met elektrische weerstanden. Vuistregel is het elektrisch vermogen bij 100% draaien van de compressor en de weerstand voor bijverwarming dat is ingeschakeld. Druk op opslaan na het ingeven van de waardes voor de configuratie te voltooien. De module beschikt ook over de mogelijkheid om het vermogen van een laadpaal dynamisch te sturen. Dit kan je hier optioneel configureren. Druk op laadpaal configureren om het instellen te starten. Geef de naam in van de laadpaal. Deze naam zal ook verschijnen op de applicatie van de klant. Geef het type laadpaal mee via het keuzemenu. Enkel keuzen tussen de compatibele laadpalen. Ga naar de technische fiche om de instellingen van de laadpaal correct te zetten. Geef daarna het statisch IP-adres in van de laadpaal nadat deze werd ingesteld bij de instellingen van de laadpaal. Geef de minimale laadstroom van de laadpaal in. Geef aan of het een monofasige of driefasige aansluiting is. Indien monofasig, geef aan op welke fase de laadpaal is aangesloten. Indien driefasig, duid de maximale toegestane stroom aan. Druk vervolgens op configuratie opslaan.
Geef aan welk bereik je wilt toelaten voor de energieslider van de klant. Dit is een slider waarmee de klant zijn maximaal toegelaten vermogen dynamisch kan instellen. Op basis van de voorgaande instellingen wordt een suggestie voorgesteld. Dit is voor elke installatie verschillend. Schat dit zo goed mogelijk in op basis van de aanwezige toestellen in de woning. Dit kan later van op afstand steeds aangepast worden. Om de connectie na te kijken, kan je hieronder de door ons uitgelezen meterstanden van de installatie zien. Indien de waardes niet correct zijn, gelieve na te kijken dat de P1-poort geconfigureerd is en geactiveerd is via mijn Fluvius. Achterliggend wordt alles klaargezet voor de gebruiker om de module te gebruiken via Cubus Control applicatie. Geef het mailadres en de taal van de eindklant in. Geef aan of je een standaardgroep automatisch wilt laten visualiseren of dit later manueel wenst in te stellen. De eindklant krijgt een e-mail om een account aan te maken. Kijk zeker na of deze e-mail niet bij de ongewenste mail is terechtgekomen. Proficiat met de configuratie van de Lucas-module. De configuratie kan steeds later gewijzigd worden van op afstand door in te loggen op lucaswizard.cubuscontrol.com als het juiste serienummer en de activatiecode wordt ingegeven. Alternatief is er ook een QR-code beschikbaar in de menu van de Cubus Control app van de klant. De volgende stap is de bediening van de applicatie toelichten aan de eindklant. Gelieve hiervoor de video te bekijken die hiervoor beschikbaar is. Alvast bedankt voor de aandacht.